Volgende heb ik voor u nog een bijzondere theatervoorstelling. De bittere tranen van Petra von Kant. Naar de gelijknamige film uit 1972 van de Duitse Rainer Werner Fassbinder. Een stuk over en door vrouwen is het. Momenteel in een modern kleedje te zien in NT Gent. Kerlijne Everaert ging voor ons kijken en ze maakte dit verslag. Mama? Hoezo? Nu, natuurlijk heb ik je gehoord. Er zit wat storing op de lijn. Sorry, mama, niet beledigd. Zijn het licht aan de lijn? Echt waar? Petra von Kant is een modeontwerpster op leeftijd die valt voor de charmes van een jong meisje. Samen met 5 andere vrouwen staat ze in een decor dat op een dwangbuis lijkt. Een dwangbuis die als het ware haar gevoelens dichtsnoert en enkel een vernislaagje laat zien. Die laag van vernis, zal ik maar zeggen, die mag zo weinig mogelijk geabumeerd worden. Maar ondertussen is er het stuk evolueerd. We zijn aan het spelen, er komt van alles naar boven. Moeder, dochter, alcohol, drank. En zo lang mogelijk niks te laten zien. Petra raakt emotioneel verward als ze de jonge Karin leert kennen. Goeiedag. Komt u binnen? Excuus voor de rommel, omstandigheden. Geen probleem. Koffie? Of cognac? Cognac graag. Mariana! Cognac! Die liefdesrelatie, doordat dat tussen 2 vrouwen gaat, wordt dat universeler. Als je dat tussen een man en vrouw doet, wordt dat zo'n man-vrouw ding. En nu ontstijgt dat dan een beetje. En dat vind ik net goed, dat het vrouwen zijn. Dan worden het meer gewoon mensen, te koer of zo. Het stuk is 40 jaar geleden geschreven door de Duitser Fassbinder, zelf homo. En heeft eigenlijk zijn eigen liefdesrelatie geprojecteerd op Petra von Kant. Dat is zijn intentie geweest. En voor hem gaan relaties in zijn leven, zijn relaties niet echt relaties geweest, zijn eerder machtsstrijden geweest. Petra of Fassbinder, beide zijn gekwetste zielen. Maar de regisseur combineert dat met wat humor. Een vreemde, bevreemdende humor een beetje, denk ik. Maar ik moet zelf vaak, heel vaak mijn lach inhouden als ik daar sta, als ik andere mensen bezig zie. Tot eind januari toert de voorstelling door Vlaanderen en Nederland.